Kaya's een applaus, hè. Want hij gaat daar een keurig net de tijd weer zetten. Dik onder die 6.30 nog. Prima. Goed zo, Red. Kaya's met 6 minuten 23 op de zon. Daarachter hebben ze meteen Pim Bakker. En daar dat wordt ook een snelle tijd. Hij heeft natuurlijk strijd geleverd. Ja, en dan gaat hij misschien 6 minuten 33 op de shows. Dan nog de derde plaats. Goed jongens. Goed jongens. Dat is Jan Hiltjes dan. Van Ruijsen, 6 minuten 42 op de shows. En dan zien we ook daar de eerste dames aankomen. Voorop nog Daisy van Emmerik. Kort op de hielen gezeten door de tweede. Dan moet je nog even aanzetten. Maar in ieder geval de overwinning op deze afstand die gaat naar We hebben Luc Kappert. 7 minuten 33. Goed hè? Kijk, daar komt de kleine Milou aan. Milou, wat maar. Dat is de derde in de rij van meiden. Daisy, Britt en Milou. 7 minuten 46. Ja, ik help wel even. Knap hoor. Camille Mekkers gaat hier finishen geven, applaus hè. Kom op, Camille! Strak man, goed gedaan. En dan hebben we Lars van Os. Goed zo jongens. Net boven die 8 minuten. Goed gedaan. We lopen toch zo'n 10 minuten op de kilometer. Ja. Sylvie Beste. Applaus voor Sylvie, 8 minuten. Goed zo. Nou, we zitten even naar de Ik lijk hem wel in de kniel. En dan gaan we nog de laatste twee atleten binnenhalen hier op de 2 kilometer. Dat is Ruben Hartkamp. En die gaat net finishen boven de 9 minuten. 9 minuten en 5 seconden. Goed gedaan, Ruben. En Chris Wessels, geef hem applaus. Hè. Chris, goed gedaan jongen. 9 minuten, 26 seconden. Op onder de 10. Goed zo, topper. Ik kom niet onder die 10. Ik helemaal niet. Dat betekent dat we een kwartier voor de start van de 1000 meter zitten. Een kwartier voor de start van de 1000 meter. En de 1000 meter start niet hier bij de finish, maar die start om de hoek bij de ene boog die je daar ziet. En waarom is dat? We hebben de 2 kilometer al binnen. We gaan zo meteen starten met de 1000 meter voor de jongens en voor de meisjes. We beginnen zo meteen met de meisjes 10 over 1. Daarna de jongens om 2:30. Dan gaan we door naar de volgende start bij de meisjes vanaf 12 jaar. 10:30. De jongens starten dan om 2:55. De 1000 meter die start ter hoogte van de parkeerplaats. Dat heeft natuurlijk te maken met een stukje veiligheid. Want zeker bij jeugd willen ze elkaar wel niet opzettelijk een pootje halen.
Zo komen we naar de stad gaan. Dus we gaan starten bij de groene boog. Op de 1000 meter. Ondertussen heb ik de uitslagen van de 2 kilometer. De prijsuitreiking is ook weer op het terras bij het restaurant. Bij de jongens, eerste plaats Gert Tijhuis.